Somberheid, stress en depressie nemen toe gedurende deze COVID-19-pandemie. Dit zei de psycholoog Eva Stroo vandaag in het programma ATV COVID-19 Update. Vanwege angst voor het virus hebben mensen minder afleiding en worden ze passief. Stroo praat zelf over een coronafobie. Volgens haar gaat de angst ten koste van de psychische en lichamelijke gesteldheid. Stroo gelooft dat er sprake is van een irreële angst die gevoed wordt door de informatie op social media en niet afkomstig is van wetenschappelijke bronnen. Iemand post iets op Facebook en het wordt helemaal uitvergroot en het wordt er verspreid en iedereen, of veel mensen denken dat het waar is. Waardoor er heel veel extra angst bij komt. En mensen zich dus ook weer zo gaan gedragen en zo gaan voelen. Dus dat is absoluut niet wenselijk. En daarom zijn de bronnen heel belangrijk. Dus ja, kijk vooral naar de wetenschappelijke bronnen. En juist ook, neem soms even afstand van alle COVID-informatie. Want het zorgt er ook voor dat als we alleen maar gefocust zijn op COVID, dan gaat dat ook natuurlijk doorwerken in onze hersenen en krijgen we helemaal geen ontspanning meer. Mm-hmm. En dat is ook niet wenselijk. De stress en de depressie, nou ja, eigenlijk ook angsten, ontstaat omdat nogmaals minder contact is, minder sociale contacten, wat we gewoon nodig hebben als mens. Dat is echt een basisbehoefte. Mensen hebben het gevoel misschien van uitzichtloosheid, omdat het een onzekere periode is. Niemand weet hoe het gaat lopen, hoe lang het gaat duren. Mensen hebben financiële problemen, wat natuurlijk ook zorgt voor meer piekeren. Van, oh, wat moet ik nou? Ik kan niet meer misschien in mijn bus rijden. Of ik kan de horeca niet meer doen zoals ik het wilde doen. Dat zorgt natuurlijk allemaal voor meer stress in het lichaam of depressie. Het hangt er net vanaf welke kant je zelf opgaat. Stroo zei dat in deze periode van de COVID-19-pandemie huiselijk geweld ook is toegenomen. Dat geldt niet alleen voor Suriname, maar ook voor andere landen. We praten niet alleen over volwassenen helaas. Het is natuurlijk ook volwassenen naar kinderen toe. En inderdaad ook tegen elkaar. En dan ook alle vormen van huiselijk geweld. Dus inderdaad misbruik, geweld, verbaal, dat soort zaken. Ja, dat is inderdaad echt al bewezen, ook in meerdere landen helaas. Dat het echt is toegenomen. En is het een grote toename of is het te verwaarlozen? Nee, het is wel absoluut een noemenswaardige toename. Ik kan de cijfers niet direct noemen, maar ja, dat is zeker noemenswaardig. En in landen waar bijvoorbeeld de rechtbanken weer open gingen, was ook gelijk een toename aan scheidingen. dat is prima natuurlijk. Maar ja, het geweld is natuurlijk wel een heel belangrijk punt waar aandacht aan moet blijven worden besteed. Tot zover psycholoog Eva Stroo. Ze sprak vanmorgen in het programma ATV COVID-19 Update. Dit programma wordt na het nieuws herhaald.